actiegroep Weg met de Berg streeft sinds het voorjaar al naar de verwijdering van een berg voor verzorgingstehuis Gastehuis in Druten. De berg belemmert het zicht van de inwoners en rust daarnaast ook nog op een hoop afval. De actiegroep diende destijds een petitie in bij de gemeente voor het platmaken van het gebied. En Jacques van Bemmelen is werkzaam in het Drutens Gastehuis en is actief lid van de actiegroep. Voor wij met de petitie begonnen, hadden wij van buurtbewoners ook begrepen dat er gezegd werd, oh nee, maar binnen 3 jaar is die berg gewoon weg. Want dat hebben wij ook zo gehoord. En er waren natuurlijk aardig wat kopers van woningen hier in deze wijk. En die gingen bijna allemaal van hetzelfde uit. Ja, maar die berg gaat toch weg? Toen op een van onze eerste vragen aan de gemeente was, gaat die berg weg? Nee hoor, die berg gaat niet weg. En toen dachten wij, hey, als die berg niet weggaat, laten we daar eens gaan informeren waarom die berg niet weggaat. En zo is het balletje aan het rollen gegaan. Het college leek positief op de petitie van de actiegroep te reageren. In oktober werd een voorstel gedaan om het gebied af te graven tot een halve meter onder maaiveld en met een afdeklaag tot op maaiveldniveau aan te vullen. Dit project zal zo'n 6 ton gaan kosten. Door omstandigheden werd deze bespreking destijds uitgesteld tot 31 januari 2019. In de tussentijd gaf tuinarchitect bedrijf Lindeloof de gemeente het alternatief om de berg doormidden te splitsen. Maar de actiegroep wil af van de berg. Van Bemmelen gaat ervan uit dat eind januari met het originele plan ingestemd wordt. Volgens hem zou het anders zonde van het uitzicht zijn. Ik denk straks als de winter en de donkere periode voorbij is en je ziet alles weer uitlopen hier in de wijk en het wordt weer een stuk groener, zou het heel erg leuk zijn als die berg weg is. Ja. Ja, ook ziende wat er wordt achter ons het natuurgebied, daarachter weer een hele nieuwe wijk opgebouwd. Een stuk prachtig om dat te zien ontwikkelen. En het is ook leuk voor de mensen die bij ons wonen, die dat ook mee kunnen maken. Maar ik denk ook heel erg voor de mensen die hier in de wijk wonen, want het gaat verder dan alleen het belang van het gasthuis.